Hallo allemaal, ik zal beginnen met gelukkig nieuwjaar. Happy 2021 te zeggen. We gaan er goed aan beginnen van dit jaar met een lesje hamstrings. Dus we gaan ons goed trekken en strekken met onze benen. Oké, je mag je ogen sluiten. Je maakt een lange rechte rug. En je ademt rustig je eigen ritme. Ontspan je schouders. Misschien was het vandaag je eerste werkdag na het nieuwjaar, na een korte vakantie. Kom rustig aan in de les. We gaan vandaag naar de Shodhana ademhaling doen, de alternerende neusademhaling. Daarvoor mag je je rechterhand naar je voorhoofd brengen. Je wijsvinger en je middenvinger breng je op je voorhoofd en je duim en je ringvinger gebruiken om alternerend je rechter en je linker neusgat te sluiten. We ademen eerst diep in door beide neusgaten. Adem uit. Sluit aan rechts met je duim. Adem in door links voor 4, 3, 2, 1. Sluit links, open rechts. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in rechts voor 4, 3, 2, 1. Sluit rechts, open links. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Eén. Adem in links voor 4, 3, 2, 1. Sluit links, open rechts. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in rechts voor 4, 3, 2, 1. Sluit rechts, open links. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in links voor 4, 3, 2, 1. Sluit links, open rechts. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in rechts voor 4, 3, 2, 1. Sluit rechts, open links. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in links voor 5, 4, 3, 2, 1. Sluit links, open rechts. Adem uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem in rechts voor 5, 4, 3, 2, 1. Sluit rechts, open links. Adem uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem in links voor 5, 4, 3, 2, 1. Sluit en houd voor 5, 4, 3, 2, 1. Open rechts en adem uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem in rechts voor 5, 4, 3, 2, 1. Sluit en houd voor 5, 4, 3, 2, 1. 1. Open links en adem uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Laat hem langzaam los en adem diep in door beide neusgaten. Adem uit. Adem nogmaals diep in. Adem uit. Open dan langzaam je ogen. We gaan onmiddellijk beginnen met een hamstring stretch, maar natuurlijk niet te diep. Strek je benen vooruit. Zorg dat je zitbordjes naar achter gekanteld zijn. Dus als je het gevoel hebt dat je naar achter kantelt, zorg dat je naar voor kantelt. Dus we ademen in.
Breng onze armen naar omhoog. Adem uit, buig voorwaarts. Neem je scheenbenen vast, je enkels op je voeten. En buig voorwaarts. Dus buigen wil zeggen, ik ga een beetje draaien. Buigen wil niet zeggen, maar de ronde rug zo dik mogelijk naar je knieën. Maar dat zeggen we de rechte rug naar voren. Daarvoor moet je eigenlijk bijna je borstkas naar voren brengen. Want als je, je kan ook zo zitten. Nee, je kan ook op verschillende manieren rondzitten. Maar borstkas vooruit, platte rug. Dus om je onderrug te beschermen. Om geen hernia te krijgen. Sowieso krijg je een hamstring stretch als je dit doet met de borstkas vooruit. Een eerste stretch, maar dan niet zo diep. Langzaam warmen we die hamstrings op. We komen naar omhoog, adem in. En adem uit, armen zijwaarts naar beneden. Buig aan je rechterknie en breng je rechterknie naar beneden. Als je het gevoel hebt dat ze niet volledig op de grond komt, mag altijd een blokje ondersteken ter ondersteuning. Adem in, omhoog. Adem uit, buig voorwaarts, terug, borstkas vooruit en buig diep. Misschien kan je iets dichter nu, omdat je maar over één been moet buigen. Maar terug, handen op je scheenbeen, enkel op je voet. Kies een mogelijkheid die voor jou goed is vandaag. Dan gaan we een twistje bijgen. Beweeg je handen naar links. In een schuine diagonaal, zodat hier aan de rechterkant ook de zijspieren van je torso gestrekt worden. Wandel die handen dan terug naar voren. Breng ze dichterbij, lift jezelf op. Rechterhand achter je, linkerhand op je knie. Adem in, lift op. Adem uit, twist. Teen twist voor de rest. Plaats dan je rechterhand een 30 centimeter achter je. Steun op je gebogen been. Lift je bekken op en strek je volledig uit van je tenen tot je vingers. Stretch, stretch, stretch. Onze 2020 wegstretchen. En kom terug naar beneden. Breng je knieën omhoog, knuffel hem eens en strek. Linkerknie buigen en naar beneden, terug, blokje eronder als het nodig is. Adem in, lift omhoog. Adem uit, buig voorwaarts, handen op schenen, enkel op voet. Borstkas vooruit, omhoog kijken. Dus nooit naar beneden kijken bij als we in de vinyasa hamstring stretchen. Dan wandelen we onze handen naar rechts. Als we daar aan de linkerzijkant, de onderkant hier, een stretch krijgen. Dan wandelen we terug naar voren. Handen dichterbij. Plaats je linkerhand achter je rechterhand op je knie. Lift eerst op. En dan pas twist je. Lift op.
Dan plaats je je linkerhand 30 centimeter naar achter. Steun op je bovenbeen. En blijf dan omhoog. Strek, strek, strek. En kom langzaam naar beneden. Linkerknie omhoog en strek. Dan hebben we een riempje nodig. Of je kan het ook met een sjaal doen. We gaan handmat positie doen. Dus je maakt een lusje met je. Ofwel ga je je sjaaltje toeknopen. Ofwel maak je een lus. Je steekt het uiteindje van je riem door de twee metalen beugels. En je keert eentje terug. Afhankelijk van de lengte van je benen natuurlijk. Bij mij mag dat nogal kort zijn. Maar sommige mensen zijn lang, ongeveer 1 meter. Ik zal het eerst eens voortonen. Wat we gaan doen, zodanig dat je voor jezelf de afstand wat kan instellen. Dus we gaan een hamstringstretch doen. De riem officieel ligt niet in je nek, maar eigenlijk net aan je... De onderkant van je schedel en boven je oren. En dan gaan we onze voet erin zetten. Dan gaan we eigenlijk leunen naar beneden. Ons hoofd komt niet naar beneden. En onze voet, eigenlijk ja, op je voetstoel of op de bal van je voet, is erin. En we gaan zo liggen, een beetje passief, onze hamstring stretchen. Als je niets voelt, zoals ik nu, dan strek je. Dan maak je de lus wat korter. Om je sjaaltje wat korter. Dus hoe meer je hoofd naar beneden brengt, hoe meer je been natuurlijk zal stretchen. Zorg ervoor dat je been gestrekt is. Als het niet gestrekt is, maak je lusje wat losser. Maar zorg dat je die zachte hamstringstretch voelt. We blijven hier even. Om in het begin van de les langzaam die hamstrings te stretchen. Zodat we kunnen eindigen als ze goed gestretcht zijn. Soms kan je na een minuutje het gevoel hebben dat je hamstrings nog iets meer aankunnen. Dan breng je je hoofd wat naar beneden. Als je denkt, oei, het is te veel aan het worden, dan breng je je hoofd wat naar omhoog. Of maak je de lus wat losser. Dan nemen we met beide handen de riem op de sjaal vast. Langzaam buig je je rechterbeen of het been al omhoog was. En verwissel je van kant. Je strekt het andere been vooruit. Misschien gaat dit gemakkelijker of juist moeilijker. Dan strek je been. En laat langzaam die hamstringstretch toe. En pas je sjaaltje of je riem aan voor jouw noden. Met een rustig je eigen ritme aan naar die stretch toe, naar je hamstring. Sommige mensen zullen het misschien ook in de kuit voelen.
Dan nemen we terug beide rimpjes vast. Buig je linkerbeen en leg het rimpje maar weg. We hebben het niet meer nodig vandaag. Oké, dan gaan we naar de volgende stretch. We gaan eventjes de benen laten rusten doordat we zelf naar omhoog komen. We strekken ons rechterbeen en we brengen onze handen samen. Nu gaan we wat korgen. Linkerbeen is gestrekt. En je blijft hier voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Verstrengel je vingers, kom land, je been blijft gestrekt en kom land met je schouders op de grond. We gaan op een actieve manier ons rechter gestrekte been zo dicht mogelijk naar beneden brengen. Kijk waar je komt. Onze hamstrings zijn al een beetje los. Moet niet naar mij kijken. Je bent volledig in je eigen kokonnetje. Oké, buig dan je rechterknie. En we wisselen van kant. Eerst doen we onze core. We strekken gewoon ons been omhoog. Leg je schouders omhoog. En breng beide handen samen. En we houden voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Verstrengel je vingers. Breng de schouders op de grond. Been blijft gestrekt. En breng op een actieve manier je linkerbeen naar beneden. Rechterbeen blijft gestrekt. Door al het goed strekken naar voren krijgen we eigenlijk ook een heupstretch van onze, de voorkant van onze heupen. Duw je rechterbeen naar voren en trek je linkerbeen gestrekt naar je toe. Dus ga niet aan gaan buigen om nog wat dichter te krijgen, maar blijf gestrekt. Oké, buig je linkerknie, verlos je handen en breng beide knieën naar je borstkas. Voeten naar het plafond en neem je, voor happy baby, neem de buitenkant van je voeten vast. Ja, trek je knieën naar beneden. Compressie van de heupen. En nu gaan we langzaam ons linkerbeen strekken. Naar opzij brengen. Combineer een hamstring met de stretch van de binnenkant van onze dijbenen. Als je voet niet kan blijven vasthouden, is dat geen probleem. Neem dan je enkel vast. Verstrek je linkerbeen en breng ze zoveel mogelijk open naar links. Buig dan terug je linkerknie. Kom naar je happy baby. En dan strekken we ons rechterbeen. Dus ofwel blijf je voet vasthouden, ofwel neem je je enkel vast. Maar open je heup en voel die hamstring. Dus om die hamstring te voelen, trek je eigenlijk je voet naar je hoofd toe. Buig dan je knie. Laat je voeten los. Breng je knieën samen. Breng ongeveer je benen in een hoek van 90 graden. En we gaan kleine cirkeltjes maken met onze knieën. Eventjes relaxen. Onderrug masseren. Verwissel van richting.
Oké, kom tot stilstand en dan gaan we om de heupen nog wat losser te maken. Asymmetrische cirkels maken, dus met je rechterbeen trek je naar achter, je linkerbeen gaat naar voren. En dan maak je asymmetrische cirkels om de heupen zo wat los te maken. En dan wisselen we van richting. Nu trekken we onze linkerbeen, knie naar achter, rechterknie naar voor. En dan maken we op deze manier cirkels. Oké, kom langzaam tot stilstand. Strek je benen naar omhoog. We zijn nu al een beetje opgewarmd. We doen een dode vliegje, maar kijk of je telkens je tenen kan raken. Als dat nu niet echt lukt, dat is geen probleem. Je raakt dan eens geen idee. Oké. We ademen in. We liften omhoog. Raak je tenen. Gebruik je buikspieren, schouders van de grond. En adem uit naar beneden. Adem in. Lift. Trek je tenen. Adem uit. Adem in, lift. En adem uit. Adem in, lift. En adem uit. Strek je benen. Adem in, lift. En adem uit. Adem in, lift. En adem uit. Adem in, lift. We gaan nog een vrienden zijn en adem uit. Nog drie maal adem in, lift. En adem uit. Adem in, lift. En adem uit. Laatste maal adem in en blijf houden. En los. Breng je knieën, breng je voeten op de grond. Eventjes windshield wipers om de buikspieren te ontspannen. Knieën hebben we rechts naar links, niet te snel. Oké, we gaan ook wat kracht in de benen brengen. We gebruiken een blokje, we hebben één blokje nodig. Leg het op die plaats. Waar het onder je linkerknie komt, linker hier bedoel ik, en komt terug liggen. Dus je linkervoet en been ligt gestrekt op het blokje, je rechterknie is naar omhoog, je zet je voet op de grond. De bedoeling is nu dat we ons bekken naar omhoog gaan brengen, breng je bekken naar omhoog, en nu gaan we onze knie de lucht inheffen, daarvoor wel een heel sterk linkerbeen moeten hebben. Dus je steunt volledig op je schouders en op je linkerhiel. Oké, we gaan naar omhoog met onze rechterknie en we houden voor 3, 2, 1. Oké, bekken naar beneden, verwisselen het blokje. Dit is heel sterk, dit is niet zo makkelijk voor de beenspieren. Maar het is het nieuwe jaar, we moeten een beetje trainen. Rechterhiel op het blokje, linkerbeen gebogen. Je duwt je bekken naar omhoog. Span al je spieren van je rechterbeen. En lift dat linkerknie omhoog. En we houden voor 5, 4, oké. 1, naar beneden. Dat was voor de volgende keer, we gaan nu 5. Eerst 3 keer en nu 5. Oké. Rechterknie omhoog, linkerbeen gestrekt. Lift je bekken omhoog. En we gaan voor 5. Omhoog. We gaan voor 5, 4, 3, 2, 1. Super. Omlaag. Oké. Laatste maal. Blokje onder onze rechterhiel. Knie omhoog van de rechterknie. Lift je bekken, steun op je schouders.
Alle spieren aanspannen bij je rechterbeen en lift omhoog voor 5, 4, 3, 2, 1. Oké, super. Mag een blokje opzij schuiven. Dat is straks nog nodig. Breng je knie naar je borstkas en rol 3 keer op en neer. Kruis aan je benen en kom naar all fours. Als je een pulletje aan hebt, is het misschien moment om het af te doen. Kom langzaam naar het vinyasa gedeelte. Naar de flow. Eerst doen we een ademhalingsoefening. Get go, adem in. Breng je borstkas vooruit, strek je buik. Adem uit. Rond de rug, kijk naar de borstkas. Adem in, holle rug, strek die buik. Adem uit, rond je rug. Adem in, borstkas vooruit, holle rug. Adem uit. Adem in. Adem uit. Laatste maal, adem in. En uit. En kom naar de traan. Breng je linkerbeen naar achter, maar breng het omhoog. Dus kijk, het is een groot verschil tussen dit en dit omhoog. Het is de bedoeling dat je hem zo hoog mogelijk brengt, omdat we onze benen gaan trainen. Omdat je dan veel kracht in de benen moet gebruiken. Haal door de ellebogen, adem in, adem uit. Buig door die ellebogen, ellebogen naar achter. Die ellebogen moeten niet op de grond komen. Adem in, omhoog, adem uit. Ellebogen naar achter, naar achter. Adem in, omhoog, adem uit, naar beneden. Adem in, en uit. Die ellebogen komen niet op de grond. Adem in, laatste maal, lift je been, omhoog, omhoog, adem uit. Kom terug naar neutraal, knie op de grond. Andere kant, rechterbeen naar achter en strek het omhoog. Adem in, adem uit, naar beneden. Adem in, omhoog, adem uit. Adem in, omhoog, adem uit. Adem hoog naar achter. Adem in. En uit. Laatste maal, adem in, lift je rechterbeen. Adem uit. En dan je knie op de grond. Krul je tenen in en lift je bekken omhoog. Voor de neerwaarts kijkende hand. Fiets eventjes met de benen, maak de heupen wat meer los. En kom dan langzaam tot stilstand. Breng je handen nu 10 centimeter naar achter. Naar een kleinere neerwaarts kijkende hand. Laat los van je rechterhand en kom met je rechterhand aan de buitenkant van je linker enkel. Als het niet zo goed gaat, neem dan gewoon je kuit vast aan de buitenkant. Ja? En duw jezelf, trek jezelf onder je linker oksel. Twist en hamstring tegelijk. Oké, laat los. Rechterhand terug op zijn plaats. Linkerhand lossen. Linkerhand komt aan de buitenkant van je rechter enkel op je rechter kuit. En trek jezelf onder je rechter oksel. Oké, laat los.
Hand op de grond en wandel dan langzaam dichterbij met je handen naar je voeten. We halen onze wijsvinger en middenvinger rond onze grote tenen haken. Dus iedereen laat zien, wijsvinger en middenvinger rond je grote teen. Je haakt dit er. Komt iemand anders? Ja. Oké. Dus dan breng je je borstkas vooruit. Adem in. Adem uit. Buig dieper. Adem naar buiten. En trek jezelf naar beneden. Zo kunnen dat je moet een klein beetje door je benen buigen. In deze houding is dat niet zo erg. Zorg gewoon dat je de hamstring stretch voelt. En trek naar je tenen en duw tegelijkertijd met die teen, die grote teen in de mat. Dan moest dat ze aan de grote teenhouding. Dan laten we langzaam los. En dan houden we onze rechterhand onder onze voet. En met onze linkerhand onder onze voet. Dus dat is heel belangrijk. Misschien de meesten moeten hun knieën wat buigen. Dat je met je voet kijkt naar mij. Je voet komt, je tenen komen tot aan je pols. Dus niet zo doen, maar zo. Ja, dus buig door je knieën als het nodig is. En dan terug. Adem in, borstkas naar voren. Adem uit, buig naar beneden. En breng de armen naar buiten. Open je schouders. Dus terug, duw met de tenen op de grond. En trek met je handpalmen naar omhoog. Oké, laat langzaam los. En wandel terug naar voren, naar beneden, waar kijk in de hand. Trek jezelf eens goed uit, adem in, adem uit, stap met beide handen, de voeten thuis in de hand. Adem in, kom halverwege, lang maar recht terug. Adem uit, buig voorwaarts. Adem in, kom volledig naar omhoog. Adem uit, handen voor het hart. Tadasana. Adem in, omhoog. Adem uit, buik voorwaarts. Adem in, kom halverwege. Adem uit, handen op de grond en stap naar achter. Plak, rechte plank. Adem in hier. Adem uit, kom langzaam naar beneden met de elbogen naar achter. Hand krul je teen. Adem in, cobra, nog eventjes in het jaar, nog eventjes aan herinneren. Bij cobra is het altijd zo dat we de handen zijn op de grond en eigenlijk trek je de handen op de mat naar achter terwijl je borstkas naar voren brengt. Dus cobra is niet gewoon omhoog, maar je trekt. Je duwt je borstkas naar voren en je trekt aan je handen. Het verschil is dat je dan heel veel je onderste rugspieren gebruikt. Je hoeft daarom niet te hoog komen. Nee. De bedoeling is dat je die rugspieren gebruikt. Oké, probeer voor de rest van de les na te denken. Krul je tenen in en duw weg neerwaarts kijkende hand. En in hier, en uit. Stap met beide voeten tussen de handen. Adem in, kom halverwege. Adem uit, buig voorwaarts. Adem in, kom volledig naar omhoog. Adem uit, handen voor het hart. Tadasana. Adem in, adem uit, buig voorwaarts. Adem in, kom halverwege. En uit, handen op de grond, zet je rechterbeen, voet, grote stap naar achter. Rechterknie op de grond, ontkrul je teen. En in, borstkas vooruit. En uit, zink diep. Voel goed de voorkant van je rechterheup die gestretched wordt. We gaan naar de aarde hangen, dan gaan we ons bekken naar achter brengen.
En ons rechterbeen is een hoek van 90 graden, linkervoet. Moet je een klein beetje je hiel daarvoor brengen. Dus nu, als je wil, mag je twee blokjes gebruiken om te ondersteunen voor je handen. Het is beter dat je het doet dan dat je zo helemaal half zit. Dus het is beter om op twee blokjes te steunen dan dat het niet gaat. De bedoeling is dat ons been gestrekt is. Oké, we ademen in. En we ademen uit. We buigen terug voorwaarts. Adem in. Naar achter. Stretch van onze hamstring. Breng goed je borstkas naar voren en buig diep. Adem uit. Naar voor. Adem in. Naar achter. Buig diep. Adem uit. Naar voor. Adem in. Naar achter. Hamstring. Voet naar omhoog. Adem uit. Naar voor. Laatste maal. Naar achter. Blijf even. Dus terug, borstkas naar voren. Heen en onder rug maken. Buig je linkervoet. Knie natuurlijk. Handen stevig in de grond. Krul je achterste tenen in. En stap, stap naar achter. Adem in hier. Rechterrug. Adem uit. Kom volledig naar beneden. Ontkrul je tenen. Adem in, cobra. En met de actie die ik gezegd heb, trek aan je handen, borstkas vooruit. Adem uit, duw weg, neerwaarts, kijk in de hand. Adem in hier, adem uit, rechtervoet. Grote stap naar voren, tussen de handen, knie, kom boven je enkel. Linkerknie op de grond. Adem in, borstkas omhoog. Adem uit, zink, diep. Linkerknie op de grond. Ja. Dus we gaan terug naar die ademhaling, bekken naar achter. Linkerbeen is nu in de hoek van 90 graden, rechterbeen is gestrekt. Terug, gebruik de blokjes indien nodig. Weet dat je weet dat wel een beetje van jezelf. Oké. Adem in hier. Adem uit. Buig je rechterknie. Kom naar voren. Stretch aan de voorkant van de linkerheup. Adem in. Naar achter. Stretch van de hamstring. Adem uit. Naar voren. Adem in. Naar achter. Adem uit. Naar voren. Adem in. Stretch van je hamstring. Adem uit. Laatste maal. Adem in. En we blijven hier. Adem uit. Naar hout houden. Eventjes aan. Hamstring stretchen. Flex je voet omhoog. Buigen door je rechterknie. Zet je handen vooraan. Krul je achterste tenen in en let op. Stap naar voren. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Buig voorwaarts. Adem in. Kom volledig naar omhoog. Adem uit. Handen voor het hart. Tadasana. Adem in. Omhoog. Adem uit. Buig voorwaarts. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Zet je linkervoet. Grote stap naar voren. Naar achter natuurlijk. Adem in. Kom omhoog. Adem uit. We gaan nu ons rechterbeen strekken. Handen komen op de grond. Terug. Zet je handen op die blokjes en die nodig. Want ons rechterbeen moet gestrekt blijven. Blokjes plat, halverwege of volledig omhoog. Kies voor jezelf. Oké, we ademen in hier. We ademen uit. Buig door je rechterknie. Het is belangrijk dat je rechterknie boven je rechter enkel is. Adem in. Kom naar achter. Flex je voet.
Voel die hamstring, borstkas vooruit en buig die. En uit naar voor. En in naar achter, stretch. Adem uit. Adem in. Stretch van de hamstring. Adem uit naar voor. Adem in, laatste maal, we houden iets langer. Adem uit. Dus kijk of je nu iets dieper kan gaan, borstkas vooruit en kijk waar je komt. Buig dan door je rechterknie. Langzaam komen naar omhoog. Zoek je balans. Adem in. Adem uit. Handen op de grond. Stap naar achter naar je plank. Adem in hier. Plank, plank. Adem uit. Volledig naar beneden. Ontspring je teen. Adem in. Cobra. Adem uit. Duw weg. Neerwaarts. Kijk in de hand. Adem in hier, adem uit, linkervoet, grote stap naar voor. Adem in, kom omhoog, adem uit. Breng je uit, eerst je been strekken, eerst je been strekken. Dan pas handen naar beneden, neem terug je blokjes. Oké, adem in hier, adem uit, buig naar voor. Adem in, naar achter, lift je teen naar omhoog, flex je voet. Adem uit, buig. Adem in, lift. Adem uit, buig. Adem in, lift. Adem uit, buig. Adem in, lift. Laatste maal, we houden iets langer. Strek je rug en buig voorwaarts. Borstkas naar voren. Buig naar je linkerknie. Langzaam komen naar omhoog. Balans. Adem in. Adem uit. Handen op de grond. Stap naar voren. Adem in. Kom halverwege. Adem uit, buig voorwaarts. Adem in, kom volledig naar omhoog. Adem uit, handen voor het hart. Tadasana. Adem in, omhoog. Adem uit, buig voorwaarts. Adem in, kom halverwege. Adem uit, rechtervoet, grote stap naar achter. Rechterknie terug op de grond. Ontspring je tenen. Zet je handen en tenen in de mat. En ja, onze tenen moesten eigenlijk in de grond blijven, sorry. Dus we gaan dynamisch onze rechterknie op en neer bewegen. Belangrijk is dat je denkt eraan dat alle spieren van ons rechterbeen gebruiken. Het is dus niet gewoon op en neer, maar je lift op en je strekt al je spieren. Je gebruikt in contractie al je spieren. Oké. Adem in, lift omhoog. Gebruik al die spieren. Adem uit, naar beneden. Adem in, lift. Adem uit. Adem in, lift. Adem uit. Adem in, lift. Adem uit. Laatste maal, adem in, lift. Adem uit. Dan komen we langzaam naar omhoog. Armen naar omhoog. En lift op. En nu doen we hetzelfde. Nog eventjes de benen verder sterker maken. Adem in. Adem uit. Naar beneden. Adem in. Lift. Adem uit. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Laatste maal.
Adem in. En uit. Adem in, armen omhoog. Adem uit, handen op de band, stap naar achter, plank. Adem in hier. Adem uit, kom volledig naar beneden. Ontkruisen. Adem in, cobra. Adem uit, duw weg. Neerwaarts, kijk in de hand. Adem in hier. En plaats nu je rechtervoet, grote stap, naar voor. We beginnen met de knie op de grond. Onze tenen blijven ingedrukt. Adem in, lift je linkerknie. Adem uit, naar beneden. Adem in, lift. Adem uit. Adem in, lift. Gebruik al die spieren. Van je onderbeen en je bovenbeen. Adem uit, naar beneden. Adem in, lift. Adem uit. Laatste maal. Adem in, lift. En adem uit. Dan brengen we langzaam de armen naar omhoog. Kracht in de benen. Kom omhoog. Adem in hier. Adem uit. Buik door je linkerknie. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Nog eenmaal. Adem in. En uit. Lift je armen omhoog. Adem in. Adem uit. Handen op de grond. Stap naar voren. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Blijf voorwaarts. Adem in. Kom volledig naar omhoog. Adem uit. Handen voor het hart. Tadasana. Adem in. Omhoog. Adem uit. Buik voorwaarts. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Stap met beide voeten naar achter. Plank. Adem in hier. Adem uit. Kom volledig naar beneden. Ontkruil je teen. Adem in. Cobra. Trek die handen naar achter. Schouder ver. Adem uit. Duw weg. Neerwaarts. Kijk in de hand. Breng je linkervoet een klein beetje naar rechts. Achteruit in het midden. Adem in. Rechtervoet naar achter en omhoog. Adem uit. Buig de rechterknie. Open je rug. Duw weg uit beide handen. Je rechter schouder heeft de neiging om naar voren te komen. Trek hem naar achter. Adem in, strek je rechterbeen. Adem uit, heupen parallel. En zet je rechtervoet tussen de handen. Achterste voet plat neer, schuin diagonaal. Voorste voet snijdt in het midden van je achterste voet. Adem in, linkerhand gaat naar voren en omhoog. Adem uit, naar achter en naar beneden. Krijger 2. Rechterhand kwam naar omhoog. Adem in, omhoog. Adem uit, naar achter. Omgekeerde krijger, buig diep door je rechterbeen. Kom dan langzaam terug naar je krijger 2 en strek je voorste mee. Kom naar Trikonasana, schuif naar voren, naar voren, naar voren. Rechterhand op je scheenbeen, enkel of op de grond. En open. Strek je voorste mee. Als je daarom je hand op je enkel moet zetten of op je scheenbeen, dan doe je dat. Dan molenwieken we terug naar omhoog. Zet je handen in je zij en zet je achterste voet, dus stak je naar voren. Dus je staat eigenlijk op pasafstand van elkaar, je benen ook een klein beetje wijd. Dus als je zo gaat staan, ga je straks je evenwicht verliezen.
Oké, handen in je zij. We gaan je kiezen voor om wel je ellebogen vast te nemen. Of je neemt de omgekeerde gebedshouding aan. Als je ooit al eens problemen hebt met de polsen, neem je best de schouders, de ellebogen vast. Borstkas naar voren, adem in. En uit, kom halverwege. Let er hier op, beide benen zijn gestrekt. En dan pas buigen naar voren. Ons hoofd komt naar onze voet. Rechte rug. Dus niet met het hoofd naar je knie toe gaan. En langzaam keren we terug. Verlos je handen. Schud er eens mee. Als je omgekeerde gebedshouding hebt gedaan, dan voel je polsen. En stap naar voren. Laatste flow. Adem in. Omhoog. Adem uit. Buig voorwaarts. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Handen op de grond. Stap met beide voeten naar achter. Adem in hier. Adem uit. Kom volledig naar beneden. Ontkruil je teen. Adem in. Cobra. Adem uit. Duw weg. Neerwaarts kijkende hand. Zet nu je rechtervoet een klein beetje naar links, achter en in het midden. Adem in, linkervoet naar achter en omhoog. Adem uit, buig je linkerknie en open je rug. Dus terug, die linkerschouder heeft een neiging van naar voren te gaan, duwen hem naar achter. Een trucje om daarbij te helpen is onder je rechteroksel te kijken. Probeer je voet te zien, je linkervoet. Adem in, strek je linkerbeen. Adem uit, heupen parallel. Linkervoet, grote stap naar achter. Achterste voet, plaats neer, schuin diagonaal. Voorste hiel snijdt in het midden van je achterste voet. Adem in, de rechterhand naar voren en omhoog. En uit, naar achter en naar beneden. Linkerhand valt naar omhoog. En in, naar omhoog. En uit, buig naar achter. Omgekeerde keer. Dan keren we terug naar krijger 2. Strek je voorste been. En naar Trikonasana, je glijdt naar voren, naar voren, naar voren. Zet je linkerhand op je scheenbeen, enkel of op de grond. En open je heup, rechterarm naar omhoog. En kom dan langzaam terug naar omhoog. Zet je handen in je zij, zet je rechtervoet een stap dichterbij. Dus rugvoeten zijn op stapafstand, er is ook wat breedte tussen je voeten. Handen terug, omgekeerde gebedshouding, of misschien wil je nu eens je handen de ellebogen vasthouden. Borstkas omhoog, adem in, adem uit, kom halverwege, strek je borstkas vooruit. En dan pas buigen voorwaarts. Lange rechterrug. En langzaam komen naar omhoog. Los je handen, schud met je handen en stap naar voren. Dan komen we een beetje meer halverwege de mat. We gaan langzaam naar voren buigen. Beginnen met meer in, dengelpoos. Hang gewoon naar beneden. Misschien vind je het fijn om je elleboog vast te nemen. Onze hamstrings zijn wel goed opgewarmd en hang gewoon naar beneden.
Oké, okay, los je handen. Breng je voeten op mat weten. En kom naar beneden. En malasana, de squat pose. Ik zal een beetje draaien. Dus sommige mensen hebben het lastig om op de grond te staan met de hielen. Leg dan een dekentje onder of zo, of een blokje onder je hielen. Maar lift je borstkas omhoog. Open de heupen. Doe nog een twist erbij. Breng je rechterhand naar voren. Zet hem op de grond voor je knie. Dus je knie is achter je bovenarm. En dan lift je je linkerhand omhoog. Borstkas omhoog. Gebruik je rugspieren. Doe niet zomaar een twist. En kom langzaam terug. Doe de andere kant. En onze linkerhand naar voren. Knie is achter onze bovenarm. En licht je rechterhand omhoog. En keer terug. Dan gaan we langzaam de handen achter ons zetten en kom zitten. Strek eventjes de benen naar voren en schud ze wel los. Oké. Dan gaan we naar Pranayama naar de kraanboomhouding. Je linkerknie buigen en breng je wat naar beneden. Je rechterknie breng je omhoog. We zitten zo recht mogelijk. En nu hebben we ofwel dat riempje nodig. Ik zal het eerst voortonen met het riempje. Je brengt de riem onder je voet. Je voet zo lijnen. En dan breng je je been omhoog. Ja? Je mag het ook met je handen doen. Verspreng je handen onder je voet zo. En omhoog. Ellebogen naar buiten, zoals dat je. En dan buigen we en strek eventjes je been. Dan wisselen we van kant. Eerst beide benen gestrekt en dan de rechterknie gebogen. Linkerknie komt omhoog. Neem terug je riempje over de bal van je voet. Ik kon eigenlijk niet op dat woord komen, bal van de voet. En strek je been omhoog. Neem dat riempje. Zorg dat je been gestrekt is en je elleboog naar buiten. Dus het is een verschil tussen zo en zo. Elleboog naar buiten. Lange rug terug. En kom naar beneden. Strek bij je benen. Voor de volgende houding raad ik iedereen aan om in de lengte van, iedereen zit in de lengte van het matje. Want het zou kunnen dat je naar achter rolt. Je zal wel zien, dat is niet erg. We rollen gewoon naar achter. Nu zijn beide knieën geplooid, maar zorg dat je plaats hebt en niet met je hoofd of zo tegen de muur gaat. We nemen terug wijsvinger en middenvinger. Je mag ook met je riempje doen als je het baan. Ik zal het eventjes snel tonen. Benen omhoog, nog niet meer. Dus als je denkt, het gaat beter gaan met het riempje, dan doe je dat met het riempje. Dus stap 1 is eerst je evenwicht krijgen. Dus beide voeten zitten in dat riempje. Als je het riempje gebruikt, moet je niet rond je tenen. Nee, moet je rond de bal van je voeten, omdat het te veel kracht aan het riempje. Oké, eerst op je evenwicht en dan ga je langzaam naar omhoog. Zo kunnen wij achterover gaat en neer. Begin gewoon opnieuw. Terug. Elleboog naar buiten. Dat helpt om je rug gestrekt te houden.
benen strekken. Ik zie dat de benen ook niet volledig gestrekt zijn. Het is niet gemakkelijk om je benen te strekken in deze houding. Oké. Buk. En rust. Strek beide benen terug naar voren. Ja. Marichasana. Buig je rechterknie. Maar zorg dat er een vuistwijdte afstand is tussen je voet en je bovenbeen. Ja, zorg dat die afstand er is. Dan zet je je linkerhand achter je. Lift je borstkas op. Rechterarm gaat omhoog. Lift op, is belangrijk. En dan helemaal gestrekt buigen naar voren. Je duim is normaal gezien daar omhoog. Je arm is aan de binnenkant van de knie. Draai je duim naar beneden en haak volledig met je rechterarm rond je knie. Haak je vingers in elkaar of neem je t-shirt vast. Ja, dus borstkas is weer hetzelfde als altijd. Borstkas vooruit en buik voorwaarts. En langzaam komen we eruit. Strek je rechterbeen, buig je linker. Hetzelfde, rechterarm achter je, linkerarm naar voren. En in, omhoog, strek jezelf volledig uit. En duw met je achterste hand naar voren. Zo, eigenlijk moet je hand, je linkerhand zo ver mogelijk naar voren zijn. Draag je duim naar beneden en dan pas haak je rond je knie. Haak je vingers in elkaar of neem je t-shirt vast. Borstkas vooruit en buik voorwaarts. Langzaam komen we eruit. Strek je benen naar voren en dan gaan we wijd zitten. Hoe wijd je zit, dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is wel dat je met je bekken gekanteld naar voren zit. Ik doe nu extreem naar voren, maar gewoon recht is goed. Wat dat niet goed is, is om zo te zitten. Dus omhoog. Ja. Dan zetten we onze linkerhand voor ons, rechterhand achter ons. Lift op. Dus niet naar achteren, maar lift op. Lift op zoveel mogelijk. Dan draai je twist over je rechterbeen. En dan wandel je naar voren. Wandel naar voren, naar voren. En buig zoveel je kan over je rechterbeen. Zodat je ook een zekere ontspanning vindt. We blijven ongeveer 2 minuutjes hier. Zodat je een zekere ontspanning vindt in je schouders, je armen. Dus enkel de hamstringstretches die telt.
Een half minuutje. En dan landen we langzaam naar omhoog. Dan gaan we naar de andere kant. Dus terug, licht je borstkas omhoog. Kom met een lange rechterrug zitten. Linkerhand komt achter je, rechterhand komt voor je. Twist over je linkerbeen. En dan wandelen we langzaam naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren. En kom in de houding, ontspan je schouders, je armen. Een half minuutje. Oké, dan komen we langzaam omhoog. Neem de knieholtes vast, breng je knieën naar omhoog. En eventjes terug, de windshieldwipers, ruitenwissers van links naar rechts. Om de benen te ontspannen. Oké, en dan de laatste houding, zoals we begonnen zijn. Strek je benen, breng je zitvlees naar achter. En nu zullen we allemaal iets verder naar voren moeten kunnen. Adem in, breng je armen naar omhoog. Adem uit, buig voorwaarts, handen op je schenen. Enkels of voeten. En kijk hoe ver je raakt, waarschijnlijk bij het om. Kleine 10 centimeter verder dan in het begin. En rol langzaam uit je houding. En rol altijd maar verder naar beneden, naar je shavasana. Totale rusthouding, breng je voeten uit elkaar, breng je schouderbladen naar binnen, handpalmen naar boven. En vind totale rust. Voel wat deze les gedaan heeft met je benen. Laat ze volledig tot rust komen.
Beweeg dan langzaam met je vingers, met je voeten. Beweeg met je handen, je tenen, je voeten. Sluit dan je voeten, breng je voeten samen. Bunt je tenen naar voren. Breng je armen naar omhoog en naar achter. En strek je zelfs volledig uit van al je spieren. En ontspan. Buig je knieën. Breng ze naar je borstkas. En rol in een klein bolletje op je rechterzijde. Duw jezelf dan af tot kruislings zit. Leg je hand, sluit nog even je ogen. Leg je handen op je knieën, op je dijbenen. Adem in, breng je schouders naar voren en omhoog. Adem uit, breng je schouders naar achter en naar beneden. Adem in, breng je armen zijwaarts naar omhoog. Sluit je palmen. Adem uit, breng je handen voor je hart. Adem diep in. Adem uit. Adem nogmaals diep in. Adem uit. Breng je handen over elkaar, geen warmte. En breng je handpalmen boven je gesloten ogen. Open dan langzaam je ogen en dan over de wijde palmen. En breng je handen voor je hart. Adem diep in. Adem uit. Adem in, kijk op. Adem uit. Namaste. Dank jullie wel voor het eerste lesje van het jaar.